ik ben een van de, nou ja, ik zeg altijd nog chauffeuse. De andere is chauffeur, dat is Chris. Wij zijn een setje, hè? Wij zijn met elkaar getrouwd, ook nog. Zo. En ja, ze zeggen van nou ga jij maar mee, want dan kan je het goed in de gaten houden. Nou, we hebben droog weer. Ik hoop dat het zo blijft vandaag, dan is het prima om erin te rijden. Ooit bekende bierstad ook. Er waren heel veel bierbrouwerijen. Tegenwoordig hebben we nog alleen drie ringen. En zo af en toe dan kwam dat kokend hete brouwsel van die bier heel goed van pas. Want dan wilde men weer de stad in. Ingvar Kamprad, de Zweed. En dan gaan we richting Barneveld, Ede. En dan gaan we zo de A12 op richting de Duitse grens. Parachutisten van de Tweede Wereldoorlog landen, maar die waren veel te ver. Ja, die moesten veel meer naar de kant van Arnhem op landen, maar dat ging door mist en door miscommunicatie. Alles ging fout. En zo waren ze te laat bij de brug te ver, waar de Jonge Vos kwam. Is een hele grote vuilverbranding. Daar komt het, al het huisvuil en bedrijfsafval van hier uit de hele omgeving vandaan. En zelfs ook nog uit Duitsland. En dat wordt hier verbrand in die grote ovens. En ja, dan hebben ze weer energie. Dan hebben ze weer stroom en Stadsver Westervoort, de IJssel. En dan gaat hij zo Doesburg, Zutphen, Deventer, Kampen. En dan komt hij in het Ketelmeer uit. Na zo'n 125 kilometer. IJssel is een van de mooiste rivieren. Thank you.
gaan. Eigenlijk hebben we veel meer werkend museum. Klein, ambachtelijk productiebedrijf. We hebben zo'n aantal oude mosterdmolens kunnen verzamelen. We hebben de 7 grote, 2 kleine. Eentje ervan, uiteraard deze, onze Doesburgse molen. Maken van mosterd is heel oud. In de Bijbel komt u mosterdzaten, mosterdplanten zelfs al tegen. Een arbo-wet, dan mag dat, vind ik. Nou, zijn 2 papieren zakken maar 25 kilo. Blijf 50 kilo sjouwen. En bovendien nog 2 keer lopen ook. Ook wel bier in, Frans ook wel wijn, het kan allemaal. Meest wordt azijn gebruikt. Lekker nat laten worden, zo 24 uur. Wordt het mooi zacht van. En als u dan thuis mosterd wilt gaan maken, neemt u daarvoor zo'n houten nap. Een zware gietijzeren kogel erbij. Heeft mosterd. Kom je nou met z'n allen helemaal voor de Doesburg? Ja. Dan beurt het wiel achteraan. En dan komt de kracht in het midden bij de as. Dan heb je 2 molenstenen. De onderste steen blijft liggen. Die hebben ze vroeger dus ook heel slim de ligger genoemd. De bovenste loopt eroverheen. Dus dat is de loper. Los. En hier in het vat. Het mosterdzaad. Ingeweekt in azijn. Deze ruimte hier is onze afvullerij. Hier vullen we met name onze luxe potjes, de mooie potten. Gewone glazen potten doen we weer in de ruimte achter die deuren. Daar is ook allemaal handwerk. Elke glazen pot die u van ons bij de supermarkt ziet staan, houden we met de hand onder een afvalapparaat. Neerzetten, deksel erop, stempel erop, etiketje erop, potjes in een doosje, bandje op een doosje, doosjes op de pellet, zelf aan op de pellet. Het hele verhaal is handwerk. Er hangen ook wat van die ballonnetjes bij. Ik weet niet of u weet wat het zijn. Nee. Varkensblazen. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat u denkt van ja, waarom hangen die varkensblazen nou in die mosterdfabriek? We hebben ze hier opgehangen omdat ze vroeger ook gebruikt werden als deksels voor mosterdpotten. Deksel over de pot. Echt de ouderwetse manier om mosterd te verpakken. We vullen er. Wat we ook nog vullen, dat zijn deze hele mooie, origineel Keuls aardewerk. Komt uit een klein fabriek in Duitsland vandaan, in het Westerwald. Net zoals het werk in het museum als hier. Ze bestaan al sinds 1661. Daar zijn wij met onze 200 jaar nog maar een jonkie bij. En deze worden speciaal voor ons met een D en een M beschilderd voor Doesburgse mosterd. Nou, ze nog een beetje groot nu. 1 en 2 en 3. 4 keer drukken en de pot is vol. 2 keer gemalen. Beetje fijner dan wat er net uit de molen kwam. Blijft grove mosterd. Je ziet altijd de spikkels van mosterdzaad erin terug. Ja, dat ziet er hoopvol uit.
u krijgt namelijk eerst de soep. We hebben twee soorten soep staan. Groentesoep en Duisburgse mosterdsoep. Ja, dat is heel iets anders dan mosterdsoep, hè. De soep is op. U begint dadelijk met het lunchbuffet. Vooraan hebben we die kleine bordjes staan. Dus u moet misschien wel een keer op 6, 7 lopen. Ik ga even een klein beetje vertellen wat erop staat. Verschillende boters. Broodsoorten. Zachte broodjes, wit en bruin. Suikerbroodjes, crackers. Beschuit, roggebrood, harde broodjes, koffiebroodjes. Muffins, krentenbrood. Chocoladecake. Salades, gewone kaas, komijnenkaas, rib, kip, ham, kaasvlees, roerij, raketten, hartige broodjes en handen. Kasteel Middachten, misschien ook bekend. Daar zit nog steeds, is dat in de familie? Ja, jullie zaten natuurlijk naar het jonge stelletje te kijken bij die motor. Ja, dus ze zaten elkaar te zoenen. We zitten angstig achterom te kijken, want er zitten nu 100 mensen naar ons te kijken. Je moet even toeteren. Zien ze niks? Nee, dat hebben ze alleen oog voor elkaar. En een postbank, dat komt van meneer Pos. Want meneer Pos die was vicevoorzitter ooit van de ANWB. En die was toch bang dat de belasting voor de postbank ooit eens te hoog zou worden. En die heeft toen hier allemaal wandelroutes aangelegd en zoiets. En fietsroutes heeft die meneer aangelegd. En toen hebben ze naar eer van hem hebben ze het de postbank.
Ja, oké. Een potje.